Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video wil ik je mijn avond skincare routine laten zien. Dus hoe ik mijn make-up eraf haal, welke producten ik allemaal gebruik. En tussendoor gaan we gewoon een beetje kletsen met elkaar. Ik hoop dat je het leuk zult vinden. Alle producten die ik in deze video gebruik, die zal ik ook hieronder in de videobeschrijving zetten. Dus mocht je wat zien waarvan je denkt van, oh, dat wil ik ook gebruiken, dan kun je het hieronder vinden. Ik zou zeggen, geef deze video vast een duimpje omhoog. Ga er lekker voor zitten, zoals altijd, en gaan we snel beginnen. Ik vind het altijd heel erg fijn om mijn haar uit mijn gezicht te hebben. Ik weet niet of ik daarin de enige ben, dus ik doe even dit haarbandje in. En het eerste wat ik altijd doe, dat is dus met een micellair water en een wattenschijfje de meeste make-up van mijn gezicht afhalen. Zo. Doe ik gewoon een klein beetje. En dan begin ik altijd hier bij mijn voorhoofd. Zachtjes over mijn wenkbrauwen. En dan bij mijn wimpers doe ik het heel voorzichtig. Ik haal eigenlijk alleen de oogschaduw weg met het wattenschijfje. Want mijn mascara, dat laat ik altijd eventjes weken. Dat zal ik zo meteen aan je laten zien. Dus ik doe eerst gewoon een klein beetje zo. Dan een beetje rondom mijn neus. Even een tweede lippenstift. Kijk dan eventjes hoeveel er van afkomt. Je zou natuurlijk nu met nog een wattenschijfje en micellair water nog een keer eroverheen kunnen gaan. Maar eigenlijk doe ik dat bijna nooit. Want wat ik altijd doe is met zo'n herbruikbaar wattenschijfje. Die maak ik nat met warm water. Ik heb hem vochtig gemaakt, een klein beetje uitgeknepen. En dit leg ik nu gewoon op mijn oog. En wat ik dan doe, ik doe gewoon een heel klein beetje zo wiebelen. Ja, ik weet niet hoe je het anders uit moet leggen. En kijk, en je zult zien dat de mascara, dat het echt heel snel ervan afgaat hiermee. Vroeger krulde ik mijn wimpers altijd en dan ging ik eroverheen met waterproof mascara. Met het idee van, oh, dan blijft de krul er beter in zitten. Maar tegenwoordig doe ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik neem nu sowieso vitamines voor mijn huid en haar. Gewoon die van Kruidvat en daar staat dan op 2 keer per dag. Maar ik neem dat gewoon 1 keer per dag. En ik gebruik wimperserum. Deze is echt heel erg fijne Lash Cocaine. Die kun je alleen krijgen in Duitsland. En ik heb anders deze gewoon, de Superlash van Kruidvat. Die vind ik natuurlijk ook heel erg fijn. Dus ja, ik wissel het een klein beetje af tussen die 2 wimperserums. En eigenlijk ben ik op een punt gekomen dat ik het niet per se nodig vind om mijn wimpers te krullen en waterproof mascara te gebruiken. En zoals je kan zien, het voordeel daarvan vind ik dus echt dat als je met zo'n wattenschijfje en warm water het eventjes laat weken op je oog, dat je helemaal niet hoeft te boenen om je mascara eraf te halen. Dus dat is sowieso beter voor je wimpers, dat ze niet zo snel beschadigen. En de huid rondom je ogen natuurlijk. En dan ga ik met het wattenschijfje nog eventjes over de rest van mijn gezicht. Zo. Ik ben trouwens wel benieuwd of jij altijd voor het slapen gaan je make-up eraf haalt. Als je dat niet doet, oh, dat is echt zo slecht voor je huid. Je moet, ja, het is gewoon het allerbeste om je gezicht goed schoon te maken voordat je gaat slapen. En een tip die ik je kan geven als je dat stom vindt. Ik heb ook wel eens periodes dat ik denk, oh, ik wil gewoon naar bed, ik wil gewoon slapen. Ik heb geen zin om mijn make-up eraf te halen. Maar wat je dan eigenlijk moet doen, als je thuis bent, haal je make-up er gewoon af na het eten. Als je 's avonds verder geen plannen meer hebt. Want dan heb je het tenminste al gedaan. En ik vind het dan ook echt heel erg lekker. Dat gevoel dat als je dan eenmaal naar bed wilt, dat je gewoon naar bed kunt gaan zonder dat je make-up nog helemaal af hoeft te halen. En nog een tip die ik je kan meegeven is op de momenten dat je tijd hebt om je make-up eraf te halen, maak er dan een soort van momentje van voor jezelf. Probeer er gewoon iets leuks van te maken voor jezelf. Desnoods zet je gewoon je favoriete nummer op of I don't know. Zoals je kan zien, hij is helemaal vies. Er is nog best wel veel foundation van afgekomen, want het is niet alleen maar mascara. Het volgende wat ik ga doen is met een washandje mijn gezicht een beetje vochtig maken. En dan gebruik ik ook weer een beetje warm water voor. Iets wat ik zo lekker vind is om dan met warm water, om dan gewoon lekker te stomen. Dit leg je dan gewoon even over je gezicht. Zorg dat het niet te heet is natuurlijk. Dit is misschien wel mijn favoriete gedeelte, dat je dan zeg maar zo heerlijk kan stomen met zo'n warm washandje. Oh, dat is echt zo lekker rustgevend. De cleanser die ik nog steeds gebruik en nog steeds heel erg fijn vind, is deze van NYX. De Whipped Charcoal Cleanser. En deze vind ik gewoon heel erg fijn omdat die echt zo super lekker foamy wordt. Dus ik heb een klein beetje om mijn vinger. En ik heb mijn hand nu een klein beetje nat gemaakt. En als ik dan mijn handen over elkaar wrijf, kijk, dan wordt het super lekker foamy. En dit breng ik dan eerst aan over mijn hele gezicht.
Dan maak ik mijn hand eventjes wat meer vochtig. Met mijn vingers ga ik er gewoon lekker zo overheen. Zo. Het meeste haal ik nu ook weer weg met een washandje. Dit ga ik nu herhalen, maar nu ga ik dus een gezichtsborstel gebruiken. En ik heb er twee die ik heel erg fijn vind. Nou, dat is deze, een hele bekende, de Clarisonic. Die heb ik echt al heel erg lang, maar het doet het nog steeds echt super goed. En daardoor voelt je huidje ook echt super lekker zacht daarna. En eentje die ik nog steeds heb, dat is deze van Foreo. Dit is de Luna Mini 2. Ja, de Luna Mini 2 is dit. En hij heeft aan deze kant heeft hij kleine uitsteekseltjes en aan deze kant wat grotere. Dus ik vind die allebei eigenlijk nog steeds heel erg fijn om te gebruiken. En die gebruik ik dus ook nog regelmatig. Voor nu ga ik denk ik eventjes deze gebruiken. Dus wat ik doe, ik neem gewoon weer een klein beetje cleanser. Dat verspreid ik over mijn gezicht. De borstel die maak ik nat onder de kraan. Niet te nat. En daarmee ga ik nu lekker masseren. Ik vind deze vooral heel erg fijn bij de neus. Dit kietelt wel echt als een gek. Ik weet niet, mijn neus voelt altijd zo'n beetje ruw aan door alles wat in mijn poriën zit, zeg maar. Dus het kietelt heel erg, maar deze maakt mijn neus altijd super mooi glad weer. Zo, ja, dit is gewoon echt een soort van scrub die je geeft, maar dan heel subtiel en tegelijkertijd dat je je gezicht schoonmaakt. Dan neem ik nu weer mijn washandje, die spoel ik even goed schoon en dan was ik alle cleanser van mijn gezicht. En dat doe ik met lauw water. En met een handdoek dep ik mijn gezicht voorzichtig droog. Dus ga niet lopen wrijven, maar doe het gewoon met lichte, deppende bewegingen. En wat ik trouwens ook eventjes wil zeggen, in deze video duurt het allemaal misschien wat langer. Maar dat komt omdat ik ook de tijd neem om het aan jou te laten zien en om te vertellen wat ik doe. Ik denk dat wanneer ik dit niet zou filmen, dan kost deze hele routine mij misschien maar 5 minuutjes of zo. Dus 5 minuten van je tijd, dat moet echt wel kunnen. Want je hoeft ook zeker niet alle stappen te doen. Maar zorg er gewoon voor dat je je make-up eraf haalt voor het slapen. Is gewoon veel beter. Een toner die ik heel fijn vind, dat is nog steeds deze van Tony Moly. Dit is de Synergy Skin Toner. En ik vind deze fijn omdat hij lekker ruikt. Hij is een beetje jelly. Maar ook weer lekker vloeibaar of zo. En dit zorgt ervoor dat je huid gehydrateerd wordt. En dat de pH-waarde, dat die zich een klein beetje zal herstellen. Dus dit breng ik dan aan met een deppende beweging. En dat neem ik dan een beetje mee bij mijn hals. Eventueel kun je een serum gebruiken. Ik doe hier al heel erg lang mee. Dus mocht je op zoek zijn naar een serum, dan kan ik je zeker deze aanbevelen. Deze is ook echt super lekker jelly. En er zit hyaluronzuur in. Ik neem een klein druppeltje. Dat is echt meer dan genoeg. En met mijn ringvinger breng ik dat dus aan bij de delen waar ik, waar het gewoon allemaal net even wat meer poefie mag worden. Dus als je ergens kleine lijntjes hebt. En ik heb dat dan hier onder mijn ogen. En naast mijn neus. Hier zo een beetje die lachlijntjes. Daar kan je dat dan aanbrengen. Met eventueel een deppende beweging. Zo. Ik ben nu 29. Ik denk dat genen ook wel een rol spelen. Daarom vind ik het ook altijd moeilijk als mensen aan me vragen van, hé, wat is jouw skincare routine? Want je huid ziet er zo mooi glad en zo stralend uit. Hoe doe je dat? En ik vind het altijd heel erg lastig om dat te beantwoorden. Omdat ik er zelf altijd van overtuigd ben dat genen altijd een rol spelen. Dus ik weet ook zeker dat heel veel van jullie hier nog veel meer verstand van hebben van skincare. Ik vind het leuk om te doen, maar ik heb er niet superveel verstand van, zeg maar. Dus als je tips hebt, laat het zeker weten in de comments. En wat ik daarna doe, dat wissel ik altijd eigenlijk een klein beetje af. Want ik heb hier een olie en de olie gebruik ik meestal 2 avonden voordat ik ga douchen. Omdat ik anders heel snel last krijg van vette haren. En wat ik anders gebruik, dat is dit. En deze, die is ook echt super lekker jelly, lekker budget. Want deze is gewoon van Catrice. Dit is de, de Hydro Overnight Mask. Ja, ik vind deze gewoon heel erg fijn. Het is echt een soort van jelly is dit. En dit breng ik dan ook gewoon aan over mijn hele gezicht. Hierdoor krijg je huid ook echt zo'n super lekkere glow trouwens. En misschien wel nog wat tips die ik je kan geven is als je merkt dat je snel last hebt van puistjes. Bedenk je dan eens bij jezelf, wanneer heb ik mijn bed voor het laatst verschoond?
En dan met name het hoofdkussen. En iets wat ik ook regelmatig doe, dat is mijn gezicht wassen als laatste met ijs en ijskoud water. Het zorgt er niet alleen voor dat je even lekker opfrist. Zeker in de ochtend vind ik dat heel erg fijn, want ik ben echt geen ochtendmens. Maar als ik dan mijn gezicht was met ijskoud water, dan ben ik helemaal wakker. En ik heb toch het idee dat het heel erg goed is voor je huid, omdat je bloedvaatjes dan zullen vernauwen. En ja, als je dat dan warm-koud, een beetje dat sauna-effect. Dus dat is ook nog iets wat ik heel vaak tegen mensen zeg als ze me vragen wat mijn skincare routine is. Is dat ik mijn gezicht als laatste nog een keertje was met ijs en ijskoud water. Dus dat. Als laatste ga ik dan nog eventjes een serum gebruiken. Als je net begint met zo'n wimperserum, dan kun je het volgens mij in de ochtend en avond doen. Maar ik doe dat eigenlijk altijd alleen 's avonds. En dan is dit mijn avond skincare routine. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien en dat je misschien wat handige tips uit hebt kunnen halen. Laat het zeker weten in de comments als je tips hebt voor mij. Want zoals ik al zei, ik ben echt geen expert. En ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren. Dus laat dat zeker weten in de comments. Super leuk dat je er was. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!